ben Lennart Klaarhout. Ik zit momenteel in mijn derde bachelor informatica aan de KU Leuven campus Kulak Kortrijk. Ik vind informatica eigenlijk zeer interessant omdat je het kan gebruiken om eigenlijk complexe problemen op te lossen. Je kan de hulp van de computer inschakelen die eigenlijk het moeilijke werk doet voor jou. Maar jij bestuurt de computer, jij zorgt ervoor dat het op de correcte manier gebeurt. Ik denk dat het wel handig is dat deze campus wat kleiner is, omdat je dan in die kleinere groepen terechtkomt en eigenlijk wat meer contact kan hebben met je docenten. Al rapper een keer een vraag gaat stellen, omdat je in die kleinere groepen terechtkomt. Enerzijds zijn er natuurlijk de informatica vakken. En daarvan wordt er eigenlijk verondersteld dat je maar een echte heel basis achtergrond hebt op zelf. Geen achtergrondkennis hebt. Daarnaast is natuurlijk de wiskunde ook wel een groot deel van de opleiding. Daarbij komen dan vakken zoals lineaire algebra, die dan ook in de computerwetenschappen toch wel verder gebruikt worden, als je kijkt naar bijvoorbeeld artificiële intelligentie. De informatiemaatschappij maakt momenteel echt een revolutie door. Door de snelle hervormingen in artificiële intelligentie en data science. En als universitaire kennisinstelling vinden we het belangrijk om dat ook mee te nemen in ons onderwijsaanbod voor de studenten. En daarom hebben we beslist om onze bachelor informatica grondig te hervormen richting artificiële intelligentie en data science. Dat gaat over een heel grote hervorming van meer dan 40 studiepunten op een totaal van 180 studiepunten. En daarmee zijn we ook de enige academische bachelor in de regio met zo'n verregaand aanbod. Op termijn is ook het plan van een aantal van de nieuwe vakken aan te bieden als keuzevakken in onze bachelor wiskunde en informatica. En op die manier is de bedoeling uiteraard om onze studenten goed voor te bereiden op het werkveld waarin ze terechtkomen. Ik ben momenteel bezig met mijn bachelorproef, die draait rond Fantasy Premier League. Dit is een spel waarbij je eigenlijk spelers kan gaan selecteren en je eigenlijk een voetbalteammanager bent voor de Engelse Premier League. En hierbij kan je dus die spelers selecteren, zoals bijvoorbeeld Lukaku. En als Lukaku dan een doelpunt maakt in het echt, dan zal je ook punten verdienen omdat Lukaku een doelpunt heeft gemaakt. En ik ben dus bezig met het opbouwen van een model aan de hand van artificiële intelligentie dat op basis van de historische gegevens eigenlijk wil voorspellen welke spelers we in ons team willen houden en welke spelers we eruit willen halen. Het bachelorproject van Lennart is uiteraard één voorbeeld, maar eigenlijk gaat het hier over een heel brede en diepe technologische transformatie met impact op de meest diverse sectoren. Heel wat collega's hier op Kulak zijn aangesloten bij het Leuvens Instituut voor Artificiële Intelligentie, waar we eigenlijk een heel breed spectrum van toepassingsdomeinen bekijken. En dat gaat ook over geneeskunde, biomedische signaalverwerking, dat gaat over educatieve technologie, dat gaat over de meest diverse ingenieurstoepassingen, dat gaat over business, dat gaat over juridische implicaties, enzovoort enzoverder. En we vinden het uiteraard belangrijk om de studenten daarop voor te bereiden. Artificiële intelligentie en data science is in feite niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. En ook hier in AZ Groeningen Kortrijk en dan meer bepaald op de afdeling intensieve zorgen werken we concreet rondom artificiële intelligentie projecten. We doen dat samen met de onderzoekers van Kulak en meer bepaald werken we rondom alarmen op intensieve zorgen. We proberen eigenlijk patronen te zoeken in die alarmenstromen om tot een beter alarmbeheer te komen, alarmmanagement, en zo die alarmfatiek aan te pakken. Ten tweede proberen we ook de alarmen die die kritische events aankondigen vroeger te voorspellen, zodat we sneller kunnen ingrijpen en in het beste geval die kritische events kunnen voor zijn en kunnen vermijden dat ze optreden. En daarvoor maken we gebruik van de meest moderne machine learning technieken die we samen met de onderzoekers uit Kulak hier toepassen. Bij ArcelorMittal hebben we eigenlijk een hele rijke geschiedenis op vlak van modellen, artificiële intelligentie, data. Wij verzamelen bijzonder veel data over al onze processen om er achteraf nog iets nuttigs mee te doen.
In het grondstoffenpark moet de mens heel veel beslissingen nemen. Welke trajecten schakelen ze aan? Welke materie wordt wanneer verplaatst? En die mens moet ad hoc beslissingen nemen met maar beperkte hoeveelheid van informatie. En eigenlijk kan een computermodel en computerintelligentie meer variabelen mee in rekening brengen en veel betere beslissingen nemen op langere termijn. Dus we zijn bezig met een computermodel te ontwikkelen die eigenlijk de mens, de dispatcher, assisteert om betere beslissingen te nemen. Mensen die bezig zijn met artificiële intelligentie, computermodellen, daar hebben we hier in het bedrijf echt wel nog nood aan. Er zijn voortdurend vacatures die openstaan om dergelijke profielen te zoeken. U werkt wel binnen de informatica, maar je kan ook buiten het domein gaan en in een andere sector gaan werken. En ik heb bijvoorbeeld al binnen een logistiek bedrijf een stage kunnen gaan doen. En dit was ook zeer interessant. Daar heb ik ook over dat veld dan wat kunnen bijleren. En zo kan je eigenlijk je kennis nog over allerhande domeinen gaan verbreden.